Als Nebenkläger bin ich stolz darauf, in diesem Saal in München mein Plädoyer zu halten. Ich tue dies, weil es meiner Frau Rachel und den zahllosen anderen ermordeten Verwandten schuldig bin. In the city where Hitler began his rise to power, the Dutchman Jules Schilfis told the court about the horrors he and his family experienced in Sobibor. Even though he had prepared himself thoroughly to face John Demjanjuk again, he found it difficult to make his statement in the court. No cameras were allowed. En toen ik klaar was, ja, toen kwamen eigenlijk zeg maar pas de tranen om het verlies van alles wat er is gebeurd en mijn geliefden die daar zijn vermoord. In 1943, Schelfis was deported to Sobibor and then sent to another camp. That was his salvation from the gas chambers. 177,000 other Jews, including his wife, did not have that luck. The most important evidence against Demjanjuk is his Sobibor ID card. The defendant says it was forged, but researchers dispute that. Jules Schelfis says he's not only interested in seeing Demjanjuk convicted. Ik vind het veel belangrijker dat de wereld weet dat wat er gebeurd is in Sobibor. En als dat proces niet zou hebben plaatsgevonden, dan was Sobibor precies zo in het donker gebleven als het voor die tijd was. Dus dat is mijn belangrijkste punt en dat heb ik gescoord. Schelfis says he will continue to talk about Sobibor. Het is belangrijk dat het verhaal verteld blijft worden. Het verhaal moet verteld worden, ja. Dank u wel.